done. Nou, laatste ochtend. Goedemorgen trouwens. Vanuit Cabana Bay. Doe ik al eventjes een ding laten zien. Ja, we hadden van de week een discussie was het nog niet. Maar Suus wilde graag ook een keer in Sapphire Falls slapen. Toen zei ik nog tegen Arjan van nou, daar gaat ze een discussie mee krijgen. Want ik wil hier nog wel een keertje terug. Suus is bijgedraaid. We gaan hier nog zeker een keertje terugkomen. Ze is zelfs, ze is fan, kijk. Oh. Maar dit is dus... Kijk wat je ook krijgt. Wat krijg je ook? Kaartjes. Ja, je naam. Je sleutel. Je sleutel is op naam, dus die moet je ook altijd bij je houden. Met plaatjes erop. Maar dit is dus. Dit was onze kamer. Iedereen. En we gaan nu richting our final destination. Wacht even. Voor de rest. Het is de final destination. Naar de villa. Er zit er nog één tussen. Ja, maar dat is een tussenstopje. We gaan ook nog een dingetje in. Even een hotelletje in. Printscreen maken van de inloop. Precies. Hoe je er nou naartoe gaan? St. Augustine. Zo, dat was heel erg. Maar dit was mooie kunst ook. Televisie. Ja, 60, hè? 50. Eind jaren 50. Maar een hele. Just probeer for proceed to fill out using check-in instructions above and fill the registration format. Maar goed, ik knip er wel uit. Dit was Cabana Bay. Super leuk, super comfortabele bedden. De bank had ik echt iets van: oh, dat wordt zo'n Center Parks bank. Maar je zit ook super lekker, stoelen zitten lekker. Het eten is goed. Het eten was echt super goed, was vooral gratis, was helemaal leuk. Dan komen we nog wel een keertje terug. Ja, als buitenhuisje. Het is echt een leuk hotel. Leuk hotel, superleuk zwembad. We hebben één zwembad niet eens gehad, want ze hebben twee zwembaden. En we zijn alleen in de Lazy River kant geweest. Ja. En hebben we nog geen zwembad? Ja, precies, alleen maar in de Lazy River. Wat wel zo is, de andere kant, wij zitten in de Continental Building. Er is nog een andere vleugel. En die is aan de buitenkant wat minder. Deze kamers komen uit op de gang. En aan de andere vleugel op straatniveau. Dus dit is wel aan te raden om aan deze kant te zitten. Gaan we Olof? Ja. We gaan Olof. Hebben we alle tasjes, hebben we alle dingen? Olof. Oké. Okay. Here we go. Op naar de villa. Ja. Niet de groene nou, het is ernaast. Eentje verder. Links afslaan. Daarna bestemming de grote. Exacte nummer, want er zijn meerdere groenen. Ja.
naar de familie gegeven. Deze hadden we vorige keer. Maar deze keer niet. We zijn er! Nou. Daar gaat hij hoor. Zo. De vla. We zijn in de vla. Ligt aan, ligt aan. In de vla. Oh, sportvla. In de vla. In de vla. Ja. De living vla. Kinderkamertjes, die gaan we niet gebruiken. Handdoeken. Handdoeken. Oh, genoeg badhanddoeken hier. Komt door de vloer, denk ik. De parents bedroom. Oh ja, en ik was er wel tijd dat ik daar was. Nou, kijk eens, wat handig. Mocht je zonder zitten. De badkamer van de ouders. Je kunt hier ook de bejaarden uithangen. Kun je ook zitten douchen. Mooie wastafel. Dit is de panic room. En de, hier gaan we stinkerkamer. Precies. De panic room, dat is nog wel wat hier. Onze kamers. Met een in-law, a walk in the closet. Onze badkamer. Wat hadden we hier? Lichte ijs. Lichte ijs. En nog pizza van iemand. Nou, er is nog het een en ander achtergelaten op de vorige eettafeltje. Gaan we toch niet gebruiken. Eierdopjes. De vorige keer hebben we de servetringen als eidopjes gebruikt. Dat weet je niet meer. Oh, maar dat ging er. Kijk nou, voor buiten. Het zwembad. Ja. Maak het niet maar. Dat is wel de rest hier. Garage. Met wasmachine en droger. En eventueel een luxe tuinset. En buggy voor Pim. Wat gaan we naar buggy? Daar staat. Ja, zit licht. Nico, zullen we haast niet komen om te wassen? Pim, kijk nou, nu nog ouderwets Pim hier. Oh. Open niet, open niet. Ja. Ja. We
En de swimmingpool. Zal ik dat doen? Oh. Ja. Zal ik het? Ja, doe het even, even open, anders ik zo een beetje film misschien. Wat Ja, oh, daar moeten we wel mee uitkijken dan, ja. 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 Ja, dat gebeurt hier ook. Ja, dat is wel jammer. Dat stuk, wat je, dat hadden we daar, daar. Welk stuk? Dat. Dit bre- dat brede stuk hadden we in het andere huis, daar. Hier. Ja, wat maakt het uit? Nou, gewoon gezellig, hè? In de zippel. Lekker? Het is niet koud water. Het is wel een... Anton haalt ook even wat dingen weg. Kan dit nou? Oh, dat is wel dan. Ja. En dan dat beestje in. Ja, dat beestje. Ja. Ah. Anton is... Nou, dat vind ik zielig. Nou, hier gaan we de komende 2 weken ons vermaken. Vorige keer zaten we dus daar. Ik vind het ook prima, hoor. Het is een prima huisje. Hij is net, ik vind hem mooier. Ja.